Ja, welkom mannen bij weer een aflevering van de FC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank. Vandaag is de beurt aan Lars, Stijn en Tim. Ik zal jullie even uitleggen. Het zijn drie ronden die we spelen. De eerste ronde is trivia, de tweede ronde spelerspaspoortjes. En de derde ronde is de finale vraag. En de finale vraag wordt gespeeld door twee mensen. Dat betekent dat na ronde twee de slechtste afvalt. Even huishoudelijke mededeling. Mocht je een antwoord weten, eerst je naam noemen en dan krijg je de beurt van mij en dan pas het antwoord geven. Want anders wordt het een compleet gekkenhuis. Dus ik zou zeggen, veel succes. Zijn er nog vragen? Ja, maar goed. Heb je er een beetje vertrouwen in allemaal? Nee. Goed, gaan we beginnen. Ronde 1, vraag nummer 1. Nederland maakte enorm indruk op het EK 2008. Italië en Frankrijk werden met grote cijfers verslagen. Maar hoeveel werd het eigenlijk tegen Roemenië in het derde groepsduel? Lars. Zeg maar Lars. 2-0. Dat is helemaal goed, Lars. Weet je nog wie scoorde? Van Persie en weet ik even niet. Maar Van Persie zou het doen. Huntelaar en Van Persie. Ja. Vraag nummer 2. Wie was de laatste Feyenoorder die op zijn debuut scoorde tegen aartsrivaal Ajax? Lars. Boetius. Ja, dat is helemaal goed, Lars. Laat hou op, hoor. Is kwaliteit. Vraag nummer 3. De EK-finale tussen Frankrijk en Italië van 2000 werd beslist met een goal in de verlenging. Wie maakte deze winnende goal? Lars. Rezeke. Jullie verbinding doet het wel goed, hè, Stijn en... Ja. Je zit er heel lekker in. Ongelooflijk. De zon zit erin, hè? Vraag nummer 4. In 1980 begon Dick Advocaat zijn loopbaan als trainer. Wat was de allereerste profclub waar hij als trainer begon? Als je het fout hebt, is dat het als minpunt of mag je gewoon gokken? Nee. Je mag gokken. Ja, je mag gokken. Allee. Ik weet nog niks. Tim, ADO Den Haag. Niet goed, Tim. Jammer. Stijn, SVV Dordrecht. Ook niet goed, Stijn. Ik mag nu? Ja, je mag gokken. Dan ga ik voor Sparta. Nee, HFC Haarlem. Jezus. Gaan we door met vraag nummer 5. Hoe heet het jongere broertje van Nemanja Gudelje, die ook in het profvoetbal actief is? Erg dat ik dat niet weet. Oh. Ja, misschien nog met hem gespeeld. Ja, nee, tegen hem gespeeld denk ik, maar dat ik het niet weet. Nee, Bosja, Nemanja en... Nee, ik weet niet. Niemand een idee? Nee. Bosja is een vader toch, man? Ja. Nee. Dragiza, ofwel Draghi Gudelje. Draghi, ja. Tering. Sorry, mijn taalgebruik. Nou, dat valt nog wel mee met taalgebruik. En hij speelt op dit moment bij, als ik het goed heb, Vitoria. In, ik denk dat het Portugal is, toch? In het tweede van Vitoria. Ja. Vitoria Guimarães speelt hij in het tweede. Dus, nou, weet je dat weer voor bij de borrel. Vraag nummer 6. Van welke club haalde Ajax in 2008 Christian Eriksen? Dat is erg, dat niet weet. Stijn, zeg maar. FC Kopenhagen. Is niet goed. Tim, Brumby? Nee. Is ook niet goed. Nee. Nou, Lars. Ik ga voor Werder Bremen. Nee. Het was hij kwam ook bij mij in het team, dus het is ook echt dat niet weet. Ja. Zat hij bij jou in het team? Ja, toen hij daar vandaan kwam, werd hij mijn concurrent. Nou ja, dat heb ik een half jaar gedacht. Dit is een beetje het verschil met Jari Liepman en Dan Petersen, toch? Als opvolger van Dennis Bergkamp. Is dat zo? Oh. Ja, dat Dan Petersen heel veel geblesseerd raakte en toen Jari Liepman toch wel goed bleek te zijn. Oh nee, maar hij was gewoon beter dan ik. Ik was niet geblesseerd op dat moment. Oh, oké. Toen niet. Dat is ook wel wat waard. Oké, we gaan door naar vraag nummer 7. Marco Geneve. Sorry, welke club was het nou? Oh, sorry, heel goed. Odense BK. Ja. Vraag nummer 7, van ronde 1. Marco Senesi is, als we Transfermarkt mogen geloven, de duurste aankoop in de geschiedenis van Feyenoord. Hij moet deze plek delen met een andere speler. Maar met wie? Jezus, wat een vraag. Lars. En dan Berghuis. Nee, die staat op plek 3. Dat is geen gekke gok.
En Stijn, Shinji Ono. Ook niet. Nou, nu mag Tim gokken. Thomason. Nee, de, staat wel in de top 10 voor mij. Nee, het is Danko Lazovic. Kwam ook, als we mogen geloven, voor 7 miljoen over van Partizan. En dat schijnt dat Marco Senesi volgens Transfermarkt dat ook even kost. Vraag nummer 8. Wat is de bijnaam van Schalke 04? Nee, hè? Nee. Kijk, het antwoord geven. Dat is die Koningsblauwen. Of ja, die Knappen. Dat had je ook kunnen zeggen. Vraag nummer 9. Een en laatste van de eerste ronde. Wie scoorde namens Ajax de winnende goal in de met 3-1 gewonnen topper bij PSV in het voorjaar van 2013? Tim. Dave Boerichter. Zeg maar goed, Tim. Oh, sterk. Ik kan me best heel goed herinneren. Nou, was een aardig foutje achterin bij PSV toen. Klopt. En vraag nummer 10, de laatste van de eerste ronde. Welke ADO-speler maakte in 2009 in de toen nog Amsterdam Arena tegen Ajax een swalbe die later nog zeer veel besproken zou worden? Das? Ja. Vicento. Helemaal goed. Jonathan Vicento, Helmond Sport. Schiet naar met jongen Tim. Hoe is het? Goed, de eerste ronde zit erop. Dat is een tussenstand dat Lars 4 punten heeft, Tim 1 punt en Stijn staat nog op die hatelijke nul, maar het kan zo snel veranderen. Dat hebben we al eerder gezien bij andere afleveringen bij de Spelerspaspoortje. We gaan beginnen. Je mag me onderbreken, trouwens, tijdens het Spelerspaspoortje, als je denkt, ja, ik weet het. Wil je eerst je naam noemen en dan mag je gelijk het antwoord geven. Beginnen we met Vitesse, Alania Vladikavkaz, Cluj, Hellas Verona, Cluj, Duisberg, Ural, Sabutalo. Tim, Geoffrey Castellon. Nee. Nee, dat is niet goed. Ik heb nog niet recht gespeeld. Geen idee. Stijn, Schuko. Nee. Lars, gokje? Geen idee. Santuria. Wie? Kennen jullie hem niet meer? Ja, die krijg je buiten, toch? Links buiten. Ja, Giorgi Santuria. Goed, volgende is iets makkelijker. Supersport United, Feyenoord, Excelsior, PEC Zwolle, FC Twente, Brentford. Eén keer. Supersport United, Feyenoord, Excelsior, PEC Zwolle, Twente, Brentford. Daar zit hij nog steeds. Nee? Nee. Dit is wel van Oya. Dit is namelijk niemand minder dan Kamelo Mococho. Oh ja. Vraag 3. Go Ahead Eagles, Vitesse, Manchester United, West Ham United, RKC, AGOVV, Sunderland. Zoveel Nederlanders hebben niet bij Manchester United gespeeld. Moet ik hem nog één keer doen? Ja. Misschien valt hij dan. Go Ahead Eagles, Vitesse, Manchester United, West Ham United, RKC, AGOVV, Sunderland. Stijn van der Gouw. Helemaal goed, oh. Stijn. Yeah. Wie? Raymond van der Gouw. Raymond van der Gouw. Ik denk niet eens, is dat erg? Is het tegenwoordig keeperstrain van Vitesse, voor mij. Dat is mijn generatie. Goed, Spacepaspoortje nummer 4. Het wordt nu wel heel spannend wie er doorgaat naar de finale. Lars schijnt wel door te gaan naar de finale. Maar wordt het Tim of Stijn? Volgende spelerspaspoortje. Willem 2. Lude Gorets. Nürnberg. Tim. Heurtje Missijan. Is helemaal goed, Tim.
Maar ja, dat is niet eerlijk. Ik heb ook mee gerevalideerd een paar maanden. Dus. Nou, heb je toch goed opgelet waar hij gespeeld heeft, Tim? Ja. En brengt het revalideren toch nog wat, hè? Ja, deze overwinning, kleine overwinning. Nou, dat, ja. Laatste vraag. Stijn, je moet hem goed hebben om een kans te maken op de finale. Ik dacht dat dat de laatste was. Ajax. Ajax, Germinal Beerschot, AIK, Heracles Almelo, Qingdao, Red Lions. Lars, kom op. Ik weet hem niet. Iemand? Nee, sorry. Ik zou wel iets gokken, Stijn, als ik jou was. Ja. Wil ik nog één keertje. Ja. Ajax? Wat was de tijd op? Germinal Beerschot, AEK, Heracles, Qingdao, Red Lions. Nee. Best wel. Kwame Kwanza. Ja. Kwame Kwanza, die had ik nog. Hey Stijn. Ja, dat was hem. Ja, dat was hem. Het avontuur houdt hier heel lang op voor jou. Je hebt wel een punt gemaakt, dus dat is prima. Ja, toch wel. Tevreden gevoel kan je de uitzending verlaten. Dankjewel voor je deelname en voor je donatie. En dan gaan we door naar de finale. Leuk. Ciao, ciao. Ja, de finale. Alle punten gaan aan de kant. Het is... Yes. Het is een hele makkelijke vraag. Tim... Of nee, ik zeg het verkeerd. Lars, jij mag kiezen zometeen als ik de vraag heb gezegd. Of je wil beginnen of dat Tim mag beginnen. Het is over en weer straks met antwoorden. Als je een fout maakt, verlies je. En dan verlies je ook de finale. Een penalty serie. Heel goed, ja. Lars, voor jou eerst de vraag. En dan mag je bepalen of je hem wil spelen. Of wil mee beginnen of dat Tim mag beginnen. Ik ga beginnen. Hoe dan ook. Vraag... Ja, je mag eerst de vraag aanhoren, Lars. Ja. Maar goed, oké. Okay. Ajax speelde in het seizoen 2015-2016 op dramatische wijze de landstitel door met 1-1 gelijk te spelen op de Vijverberg tegen de Graafschap. Ik wil graag de opstelling van de Amsterdammers weten. En dat hoeft dus niet in juiste volgorde, maar welke 11 namen. Dus het is omste beurt. En als je een foute naam geeft, dan lig je eruit. Lars, wil je beginnen of wil je Tim laten beginnen? Oh. Ik begin wel. Oké. Okay. Maakt niet uit welke volgorde? Nee, maakt niet uit in welke volgorde. Dan ga ik voor Dolberg. Nee. Dat is wel fout, hè. Niet! Wie zat in de pit? Ja, oh. Je gooit het in één keer weg, Lars. Lars, wat doe je? Jasper Sillissen, Joël Veldman, Mike van Hoorn, Nick Viergever, Mitchell Dijks, Tulani Serrero, David Klaassen, Nemanja Gudelje, Vaclav Czerny, Arek Milik en Amin Younes. Ik had Schöne gezegd ook, heel snel, denk ik. Ja. Ja, die zat er ook in. Nee, die zat er ook in. Younes, ja. Lars. Speelt in de eerste ronde. Ja. Ik hoop dat je het wel leuk vond, Lars. Ja, tuurlijk, was heel leuk. De trivia was uitstekend. En Tim, met hak over de sloot naar de finale. En dan win je de finale door af te wachten. Nou, ik wil wel dat... Ja, je hebt het goed. Dat is zo echt, hè. Dus... Tim, gefeliciteerd. Jou zien we in de volgende ronde terug. Sorry, Lars. Tim, succes in de volgende ronde. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering, jongens. Dank je. Oké, doei. Bye.